Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik iets heel nieuws testen. Ik ga Nouche van Anna Nouching testen. Dit is het nieuwe make-up merk van Anna Nouching. Voor de mensen die niet weten wie Anna Nouching is. Ze is een beauty influencer uit Nederland. En ze is haar eigen soort van make-up lijn begonnen. Beauty lijn. En het is een beetje apart, want het is een abonnement. Het is een beauty abonnement. Voor 25 euro in de maand krijg jij dus als allereerste maand, want ze is dus pas net begonnen hiermee, krijg je make-up van haar make-up lijn. Ik heb 4 producten gehad en we gaan vandaag alles testen, aanbrengen en kijken wat we ervan vinden. Deze review is veel aangevraagd door jullie. Ik heb veel berichten gekregen om deze make-up te testen. Dus ik heb mij aangemeld voor het abonnement, 25 euro betaald. En ik heb dus het eerste pakketje ontvangen. Ik weet niet of dit echt een maandelijks iets wordt wat ik ga doen, net als met de Coolie Box. Ik doe dit gewoon één keer om gewoon eventjes één keer haar make-up te testen. En als jullie de andere collecties ook graag willen zien, dan let me know. Dan blijf ik gewoon geabonneerd erop. Ik vind het altijd heel erg leuk als er mensen uitkomen met eigen merken, eigen bedrijfjes, wat het ook is. Ik ben altijd super trots op iedereen die zo'n grote stap zet. Want het is echt een grote stap om iets te beginnen voor jezelf. Dus ik begin deze video sowieso al heel erg positief. Omdat ik gewoon altijd trots ben op iedereen die iets begint. En vooral als het iemand is uit Nederland. Dat vind ik altijd extra leuk. Maar natuurlijk blijft mijn mening gewoon altijd mijn mening. En als ik iets niet goed vind, vind ik het gewoon niet goed. Maar ik hoop gewoon dat ik gewoon alles goed ga vinden. Dus ja, dat gaan we gewoon vandaag bekijken. Als je wilt abonneren op deze make-up lijn, ik zet een linkje beneden in de beschrijving. Deze video is geen samenwerking of whatever. Ik heb het gewoon allemaal zelf besteld. En dit is gewoon mijn eigen initiatief. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nieuw leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Mensen, let niet op mijn nagels. Het is echt een bende. Deze twee hier zijn afgebroken. Ik heb over 2 uurtjes een afspraak om ze te fixen. Maar ik moest nog snel deze video maken. Dus let niet op mijn ugly ass nagels. Ik heb er echt een bende van gemaakt. Maar whatever. In ieder geval, we gaan dus vandaag Nouche reviewen. De nieuwe make-up lijn van Anna Nouching. Dit is het pakketje die ik binnen heb gekregen. Het ziet er echt prachtig uit. Hier haar foto. Echt, ze is super mooi. Glowy. I love it. Heel groot Nouche erop. Ik vind ook dat nude heel erg mooi. En dan hier achterop staan nog wat fotootjes van haar. Met alle producten die in dit pakketje zitten. Die heeft ze hier allemaal op al die foto's. Ik vind het pakketje echt al super mooi. Ik vind de vibe heel erg mooi. De kwaliteit van het pakketje is ook echt heel erg goed. Je betaalt dus 25 euro voor slechts 4 producten. Dat lijkt niet heel veel, maar 25 euro voor 4 make-up producten is relatief betaalbaar. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Maar in ieder geval, de kwaliteit van dit pakketje is echt al heel erg goed. Het is echt hele goede kwaliteit. Als je het pakketje openmaakt, is dit wat je krijgt. Je krijgt dus dit erbij. Hier staat een uitlegje van alle producten. Hier staat nog een klein notitietje en dan de 5 producten. Dit is dan de inhoud en hier heb je nog meer foto's van haar met de producten. Ik vind het heel erg fijn dat er zoveel foto's zijn waarin ze de producten heeft gebruikt. Want dan heb je ook een beetje inspiratie. En dan heb je hier de 4 producten. Ik ben er echt super enthousiast over. Deze 2 blaadjes zijn identiek. Ik weet niet waarom we de 2 krijgen, maar whatever. Dit is wel handig, want hier staat beschreven wat alle producten zijn, hoe je ze kunt gebruiken, et cetera. En dan hier is een soort van handgeschreven brief met een hele uitleg over de collectie. Ik ga niet de hele brief voorlezen, want dat is een beetje veel. Maar er staat gewoon gefeliciteerd met je eerste Nouche collectie. Voor mij is het een onwijze eer dat je voor onze community hebt gekozen. Het idee voor Nouche zit al jaren in mijn hoofd, net zoals het woord Nouche zelf. Ik ben geboren in Iran en in onze taal Farsi heeft Nouche veel lieve en positieve betekenissen. Oh, dat is leuk. Nouche staat voor geluk en aantrekkingskracht. Woorden die mij blij maken en mij een positief goed gevoel geven. Ik hoop dat ik dat gevoel met Nouche kan overdragen op jou. Nou, echt super cute dit. Als je wilt weten wat hier helemaal staat, bestel dit pakketje. Oké, dit is dus de Bijou collectie, als ik het goed uitspreek. Het is helemaal cruelty free en een aantal producten zijn vegan, maar niet alles gaat altijd vegan zijn. Dit vind ik echt heel erg cute. Dit geeft toch weer iets persoonlijks hier aan. Oké, 4 producten dus. Let's do this. We gaan een make-up lookje creëren. Ik ga beginnen met het eerste product en dat is een gezichtsmasker. Dit is de Me Time Face Mask. Dit is een gezichtsmasker voor 's nachts. Je brengt hem aan op een schoon gezicht voordat je gaat slapen. En dan word je in de ochtend hopelijk wakker met een mooi stralend gezichtje. Ik ga deze sowieso 1 keer gebruiken in de avond. Maar ik wil hem ook gewoon nauw aanbrengen, schijt. Ik denk dat dat ook wel gewoon kan. Je kunt hem gewoon aanbrengen, inmasseren en dan trekt het gewoon in. Je hoeft het er niet af te wassen of iets. En dit zou dus je gezicht moeten laten stralen. Ik ben benieuwd. Ik ga het gewoon eventjes aanbrengen. De verpakking is wel heel erg cute. We krijgen 15 ml.
milliliter. Ik breng gewoon een beetje zo aan met mijn hand hoor. Ik ga niet helemaal een gezichtskwast gebruiken. Het is gewoon zo wittig, zie je dit? Gewoon helemaal zo wit. Het is niet waterig of zo. Het voelt er echt aan als een normale crème. Het ruikt heerlijk. Oh mijn god, die geur is echt heerlijk. De indruk die ik ook krijg van deze collectie is dat alles echt is gericht op dat je straalt. Dus echt alles is gericht op het laten stralen van je gezicht en een mooie glow en zo. En daar hou ik van. Vooral ik met mijn normale te droge huid. Alles wat glowy is, dat trekt mij gewoon gelijk aan. Oké, hier kan ik dus nog niet echt mijn mening over geven. Omdat ik hem echt een aantal uur moet op hebben en hem echt 's nachts zou moeten opdoen en zo. Maar ik ga jullie zeker op de hoogte houden van wat ik hiervan vind. Maar hij bracht in ieder geval top aan en hij ruikt echt heerlijk. Look, I love that. De dop gaat er niet echt meer op. Of wel? Jawel, de dop zit erop. Dan gaan we verder met het volgende product. Ik heb hier de Noosh Magic Luminizer Highlighter. Dit is dus gewoon een liquid highlighter voor zowel je gezicht als je lichaam. Dus daar ga ik het voor gebruiken. Ik ga een beetje zo hier aanbrengen op mijn borst. En over mijn gezicht voor onder de foundation om glow te geven aan mijn gezicht. Er staat ook echt dat het heel mooi is als een glow voor onder je foundation. Of je kunt het als oogschaduw gebruiken of op je lichaam of whatever. Als oogschaduw zou ik het niet per se aanraden. Want dan wordt het een grote vettige bedoeling. Maar voor je lichaam of je gezicht. Zeker wel. Dit product is ook vegan. Oké, jongens, ik ben ook heel erg benieuwd naar de kleur. 30 milliliter is een normale hoeveelheid. Oh mijn god, de kleur is ook echt best wel donker. Zien we dit? Het is echt een best wel donkere bronzy glow. Ik weet niet of dit te donker zou zijn als je een hele lichte huidskleur hebt. Maar ze zeiden dat deze boxen geschikt zijn voor elke huidskleur. Dus we will see. Maar het lijkt wel een beetje donker. Ik ga een beetje aanbrengen hier zo met deze kwast. Dit is een oude kwast van mijn kwastencollectie die ik ooit heb gehad. Ik pak gewoon een even een beetje van mijn hand af. En ik breng het gewoon een beetje zo hier aan. Ik vind de kleur echt helemaal niks. Ik vind de kleur veel te roze. Ik had het liever meer goud gewild. Ik denk dat zo'n product niet echt geschikt is voor elke huidskleur. Mijn huid is echt super gevoelig. Dus het wordt echt gelijk helemaal rood. Dit is niet het product. Dit is echt gewoon mijn huid die gelijk rood wordt als ik het gewoon een beetje aanraak. Dus ik moet even wachten totdat het hier een beetje iets minder rood wordt. Ik ga het ook gewoon aanbrengen over mijn hele gezicht. Dit lijkt een beetje op de Huda Beauty Liquid Highlighter. Ik denk dat het beter was geweest als het iets minder pigment had gehad. Maar whatever. Het heeft wel echt een hele mooie glow. Maar ik zie dit niet geschikt zijn voor mensen met een lichte huidskleur. Het is ook wel echt een beetje glitterig. Ik heb echt superveel aangebracht nou. Ik kan nooit gewoon normaal doen. Ik ga het even filmen met mijn phone om te laten zien hoe glitterig het is. Oké, het is nou helemaal ingetrokken ook hier. Kijk, het rode is nou helemaal weg. Dat was echt mijn huid. En ik moet zeggen dat het een beetje clear opdroogt. De kleur vervaagt een beetje. Dus die beetje rozige oranje kleur dat die was, die bronzy kleur, gaat weg. En er blijft gewoon zo'n mooie lichte glitter over. En dat vind ik echt super mooi. Toen ik het net aanbracht, ik schrok. Ik dacht, deze kleur is niet mijn kleur. Dit gaat niet matchen met heel veel huidskleur. Bla 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 bla. Maar het blendt eigenlijk gewoon helemaal weg zoals je kunt zien. Je ziet hier weer gewoon mijn echte huidskleur. Ook op mijn gezicht. Maar die glitter blijft wel. Die glow en die glitter blijft wel. Dit zou echt prachtig zijn op je benen in de zomer en zo. Ik weet niet of dat heel lang goed zou blijven zitten. Maar ik denk van wel. Want het voelt nou ook best wel goed aan op mijn gezicht. Het voelt echt aan alsof het goed zit. I like it. Ik vind het op zich best wel mooi. Ik ben heel blij dat het gewoon doorzichtig opdroogt zeg maar. Jongens echt I like it. Dit is echt zo'n eindgoed al goed momentje. Het begon niet zo goed. Goed, maar het eindigt gewoon prachtig. Het is helemaal doorzichtig opgedroogd. En het heeft een mooie glitterige glans achtergelaten. I love it. Oké, het volgende is voor de ogen en de lippen. Dus ik ga even mijn gezichtsmake-up aanbrengen. En dan kom ik zo bij jullie terug. I'm back. Gezichtsmake-up zit er helemaal op. Ik ben echt blij met mijn gezichtsmake-up vandaag. Deze glow onder mijn foundation is echt prachtig. Je ziet de glow er helemaal doorheen. Amazing. De make-up bracht ook gewoon helemaal normaal aan. Dan ga ik verder met het Noosh oogschaduwpaletje. Dit is echt het meest schattige kleine oogschaduwpaletje ever.
Dit is het XOXO oogpaletje en het heeft 4 glanzende kleuren waarvan eentje een pressed glitter is en daar hou ik van. Ik hou van pressed glitters. Ik weet dat niet iedereen daarvan houdt. Mensen die niet houden van glitter en glans hebben altijd een hekel aan pressed glitters. Ik hou van een pressed glitter. I love it. Enige wat ik weer minder vind aan het paletje, als je mij al kent, weet je het al. 3 keer raden, het zijn alleen maar glanzende kleuren. We hebben een matte kleur nodig, mensen. Waarom worden dit soort paletjes nog gemaakt? We moeten op zijn minst 1 matte kleur hebben. Als deze bruine kleur mat was geweest, jongens, dan had ik dit paletje gewoon elke dag kunnen gebruiken. Maar ik mis een matte kleur. Ik moet een matte kleur hebben in mijn arcadeboog. Het moet niet. Je kunt ook alleen maar glanzende kleuren aanbrengen. Maar het is wel het mooiste als er ook 1 matte kleur bij zit. Dus dat ze de enige bruine kleur glanzend hebben gemaakt, dat vind ik wel echt, echt jammer. Voor de rest, deze 3 kleuren zijn amazing om een mooie look mee te maken. Maar nogmaals, ja, ik mis gewoon echt een matte kleur. Ik denk dat ik gewoon voor de look ga die zij ook een beetje zo hier heeft. Zo een beetje deze rozige paarse glowy gloed. Hier zie je ook een hele mooie close-up van een ooglook. Maar ik zie ook hier gewoon een matte kleur in de arcadeboog. Dus wie deze look ook heeft gemaakt, heeft ook een matte kleur gebruikt. Dus dat vind ik wel echt jammer. Ik wil gewoon altijd een volledige look kunnen maken met 1 paletje. Dat ga ik ook gewoon doen, hoor. Ik ga niks anders erbij gebruiken. Ik ga geen matte kleur erbij halen. Ik ga echt alleen maar dit paletje gebruiken om jullie echt een look te kunnen laten zien met dit paletje. Want niet iedereen heeft gewoon allemaal matte kleuren rond liggen. Je zou ook gewoon je bronzer kunnen gebruiken in je arcadeboog. Dat is ook een hele makkelijke manier. Maar goed, ik ga dus eerst in met deze kleur hier. Die breng ik aan met deze kleine fluffy kwast van Zoeva nummer 224. En dan hoop ik gewoon dat hij een beetje mooi aanbrengt in mijn arcadeboog. Ondanks dat hij dus, ja, niet mat is. Oeh, er komt lekker veel pigment vanaf. Dat wel. Wacht, jongens. Ik denk dat ik jullie even ga inzoomen op mijn ogen. Zo, nou kunnen jullie alles iets beter zien. Ik ga dus in met deze kleur hier. En die breng ik gewoon zo aan in mijn arcadeboog. Er komt gelijk lekker veel kleur vanaf. Dat is wel fijn. Ik maak gewoon een hele makkelijke soft look. Gewoon echt ongeveer wat zij ook heeft op deze foto op het pakketje. Ik breng ook nou niet al te veel aan, omdat het toch wel een glanzende kleur is en geen matte kleur. En dan breng ik hem ook gewoon zo aan op mijn ooglid. Dan ga ik in met de pressed glitter. Die pak ik gewoon zo een klein beetje met mijn vinger. Deze is echt super mooi. En dan druk ik hem gewoon zo in op mijn ooglid. Wauw, er komt lekker veel vanaf. Ik vind dit zo ontzettend mooi. Ik hou echt van pressed glitters. Ik kan er altijd gewoon nooit met mijn hoofd bij dat er mensen zijn die hier gewoon niet van houden. Die dit nou gewoon niet mooi vinden. Kijk gewoon even wat voor moois en extra's dit aan je ogen geeft. Dat is toch gewoon prachtig. Het hoeft niet al te veel. Ik breng nou wel een beetje veel aan, maar dat was niet de bedoeling eigenlijk. Dit maakt je look gelijk heftig. Dus als je gewoon dit niet doet, dan heb je een mooie everyday look. En dan zodra je deze glitter aanbrengt in de avond, ben je gelijk klaar voor een feestje. Zodra we weer naar feestjes kunnen dan. Het was echt geweldig geweest als hier een klein spiegeltje in had gezeten. Dan pak ik deze lichte kleur. En die breng ik zo aan in mijn binnenste ooghoek. Jongens, I love it. Dit is echt super cute. Dit is zo makkelijk en echt heel erg cute. Even een beetje mascara. Ik ga even deze Bambi mascara gebruiken van L'Oreal. Is dit een samenwerking met Disney? Heeft L'Oreal een samenwerking met Disney? Volgens mij wel, want dit is Bambi en hier achterop staat Disney. Oké, dat wist ik niet eens. Deze heb ik gewoon gehad in PR van Kruidvat. Oké, wauw. Hopelijk is hij fijn. Oké, ik heb snel mijn ogen afgemaakt. Ik heb nep wimpers opgedaan. Ik heb lash testing. Dit zijn de wimpers van mijn eigen wimperlijn in samenwerking met Boozy Shop in de stijl Lash Tastic. Dan ga ik verder met het laatste product en dat is deze lipgloss. Dit is de Diamond Kissed Lip Gloss en het is een clear gloss met een beetje glitters er doorheen ofzo. Dit ziet er echt heel mooi uit. Het is ook een hele mooie verpakking, zo wittig. En het is dus zo'n glitterige lipgloss. Dus die ga je eventjes aanbrengen. Ik ben blij dat ze voor zo'n kleur zijn gegaan, want dit is echt een kleur die echt elke huiskleur staat. Ik breng hem aan met helemaal niks. Dus ik doe er niks onder, want dan kunnen we gewoon echt goed de kleur zien. Hele fijne gloss. Hij voelt heel fijn aan. Het is niet zo'n goedkope, dunnige, cheap-ass gloss. Hij voelt gewoon duur aan, ondanks het feit dat hij niet duur is. Hij voelt een beetje zo dikkig aan. De kleur is ook heel mooi. Echt gewoon een clear gloss met een glitter er doorheen. Gewoon precies wat je verwacht als je er zo naar kijkt. Is ook niet plakkerig. Voelt echt top aan. Ik denk dat ik echt blij ben met echt alle 4 de producten. Godzijdank heb ik geen 25 euro gespeeld. I like it. Dit is dan de hele look, jongens.
Nou jongens, dit was het dan. Wat vinden we ervan? Dit is de hele make-up look bij de collectie. Ik heb wel andere make-up gebruikt, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik vond dit echt een leuke collectie. Ik ben er best wel enthousiast over. Ik vind niet dat ik mijn geld heb verspild. De gloss is echt fantastisch. Dit vind ik echt het beste product vandaag. Deze liquid highlighter is ook echt fantastisch. Dus ondanks die felle bronzy kleur is hij helemaal niet heel erg gepigmenteerd. Hij droogt gewoon een beetje, zeg maar, doorzichtig op. En dat vind ik heel erg mooi. Ik vond hem heel mooi onder mijn foundation. Hij geeft echt zo die glow. Dit oogschaduwpaletje. Het enige wat ik dus anders zou hebben gedaan is dat ik deze bruine kleur mat had gemaakt. Dan was het echt perfect geweest. Maar voor de rest is hij heel mooi. Hij brengt gewoon goed aan. Je kunt er echt een mooi lookje mee maken. Ik ben dus best wel enthousiast over de collectie. Ik was van plan om mijn abonnement te stoppen als ik dit niks ging vinden. Dus dat ga ik nu niet doen. Ik ga nou heel enthousiast de volgende collectie ook afwachten. En misschien of misschien niet maak ik dan daar ook een video over. Maar dat weet ik nog niet. Laat me weten of jullie er een video over willen zien. Want dan maak ik het zeker. Nou, vond je de video leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!